Dat lijkt mij buitenspel, maar er wordt niet voor gevlacht. Dan moet Timmer eruit komen, dat doet hij heel goed. Een gevaarlijk moment met Semosko. Dit is die mogelijkheid. Uitstekend gekiept door Henk Timmer. Pires. Steinsson. Nog altijd die IJslander. Steinsson, maar Arveladze, wat een kans! En die zit erin! Shota Arveladze scoort hier in Djeper Popetrovsk na een klein kwartiertje spelen. De belangrijke 0-1. Het zat er al een tijdje aan te komen, want AZ domineerde alsof het thuis in de eigen hout speelt. En Arveladze, die zo'n moeite had om dit land binnen te komen, geeft hier zijn visitekaartje af. Het is een rare bal. Een klutser, maar hij telt wel 1050 militairen om de orde te bewaren. Daar worden wat met rookbommetjes gegooid. En nu komt er vuurwerk op het veld en dat zal de penningmeester vlakbij daar Huizigens. Dat zal de penningmeester van de UEFA prima vinden. Die zal een fikse boete hier uitdelen aan deze club. En wat doet scheidsrechter Mikulski? Die kijkt even naar de rommel. En daar wordt flink gemat daar in het vak achter het doel van Kuzin. En de speaker in zijn beste Oekraïens roept nu tegen de raddraaiers dat ze hiermee moeten ophouden. Maar ik denk dat die worden afgevoerd en dat we daar enige tijd niets van zullen horen. Huizigens, goed. Prima. Terugleggen. En de kans en de redding van Kuzil. De kans daar voor Pires. En de redding van Kuzil, de jonge doelman. Dit is die nieuwe man weer. Schaars. Sektoui. Landsaat op de penalty stip is helemaal vrij. Oh, wat een kans. Danny Landsaat. Wat een kans. Pires tegen de rust aan. Er komt 1 minuut extra tijd bij. Arveladze. Huizigens. Tjonge, daar krijgt AZ toch een paar kansen, zegt zo vlak voor de rust. We hadden de wedstrijd hier in de tas kunnen hebben. Eerst Landsaat. Met een hele goede kans, een hele makkelijke kans. Arveladze hier met een perfecte kopbal. En Huizigens die daar net een teentje tekort komt. Pires. Bal draait in. En daar is Sektoui. En daar is het 2-0, jawel. Men keek even aarzelend naar de assistent, scheidsrechter, of die zou vlaggen voor buitenspel. Maar die doet het niet. 2-1. Corner Pires. Steinsson die verlengt. En daar staat Sektoui. En het kan inderdaad geen buitenspel zijn. 2-0. Laatste kwart van de wedstrijd. Met de corner voor Nazarenko. Ingekopt. En gescoord door Matjukin. 2-1. Uit het niets. Maar ook niet tellen. En dan krijgt AZ het toch wel moeilijk. Milashenko is het die verlengt bij de eerste paal. En dan gaat die bal er via de schoen van Schaars. En tussen de benen door van Timmer toch in. Daar waar het 0-4-0-5 had moeten staan, is het nu 1-2. En dat motiveert natuurlijk Djeper Petrovsk. Schaars. Huizigens. Steinsson tegen de lat. Tjongejonge, wat krijgt AZ toch een mogelijkheid. Hoewel dit geen echte kans was. Maar een geweldige kopbal van Kreta Steinsson. Nazarenko. Opnieuw Nazarenko. En dan moet Timmer komen, dat doet hij. En het loopt goed af. Het was half-half. Is Djeper weer met Radchenko. Motus. Milashenko en een formidabele redding van Henk Timmer. Prachtige reactie van Henk Timmer daar. Die AZ er even doorheen sleept. In deze moeilijke fase.